dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. Ook al moet ik wel zeggen, er was een momentje dat Marion even wakker werd. Was niet heel erg leuk, maar daar hebben we het straks wel even over. Maar goed, ik heb natuurlijk, omdat Marion het niet kan, het bed opgemaakt. Kijk eens aan, natuurlijk doe ik dat elke dag. Hoppakee, kijk hoe netjes dat eruit ziet. Ongelooflijk. En nu gaan we even naar de kamer hiernaast, want Marion die moet de schoenen aan. En ik heb Marion eventjes helemaal lekker gewassen. Ja. Dat was echt super fijn. We hebben gewoon even samen gedoucht en elkaar even, of nou, ik heb jou geholpen. Ik heb jou helaas niet geholpen. Nee, elkaar niet geholpen, maar ik heb jou geholpen. Ja. En dat was super, dat ging helemaal goed natuurlijk. Dat is gewoon niet zo moeilijk. Dus lekker gewassen. Ja. En billetjes weer schoon. En nu een mooi pakje aangedaan. Ja. Helemaal in het groen vandaag. En nu alleen nog even schoentjes. Dus dan gaan we die nog even aan doen. Zo ja. Hoppakee. Hoppa. Zo. Super! Even eerlijk hè Marion, als ik zo loop in Zeist, ik zie dit gebouw. Hier heb je het bekende Vigie Hotel. Daar heb je het oude gemeentehuis. Hier heb je altijd dat mooie stukje rechthoekig, langwerpig stukje gras. Wat altijd te perfect wordt bijgehouden met echt gewoon elke maand nieuwe bloemen. Ja daar, Hermitage, mooi gebouw. Je hebt nieuw gemeentehuis. Je hebt eigenlijk zo'n prachtige mooie omgeving. Je hebt hier het straatje nog geen eens uit zowat. En je hebt Paleis Soestdijk. Of nee, hoe heet het? Slot Zeist. Slot Zeist. Paleis Soestdijk, wat zeg ik nou weer? Ga je het niet een beetje missen als we verhuisd zijn? Wel, zeg maar dat je op loopafstand zo lekker in een dorp zit. Dat denk ik dus ook. Dat ga ik wel missen. Dit is de eerste keer nu ik dat zo merk. Nu ik zo lekker mijn t-shirtje, zonnetje schijnt. Ja. Wel de hele weg en alles is nat. Het is lekker fris. Heerlijke frisse lucht. En nu heb ik voor het eerst zoiets van, wow, dit ga ik wel missen als we bij een nieuwe woning zijn. Dat ik zo lekker zeg van, ja. Oké, Marion, zullen we even naar het dorp lopen met z'n tweeën? Even lekker ontbijten. Maar wat we dan kunnen doen, is met de scooter naar Zeist. Ja, dat kan. Want gewoon, dat is ook echt maar 10 minuten. Dus dan denk ik dat we meer vaker met de scooter gaan. Met de elektrische scooter? Ja. Ja, dat kan zeker. Maar goed, ik kwam even in me op. Ik vind, net zoals hier hoor, dit verzorgen ze ook altijd echt supergoed. Wat dat betreft wel echt shout-out naar Zeist voor die planten hier in de achter hoor. Voor hoe netjes dat altijd hebben. Dat is echt niet normaal. Toevallig woon ik daar dan in de buurt, dus dat is echt top. En we gaan nu even naar het park. Dat is ook wel chill, dat parkje. Wij wonen wel op een van de mooiste plekken van Zeist. Ja, vind ik ook. Ja, vind ik ook. Nou, ik heb hier ook altijd wel met plezier gewoond. Ja, en dit park is ook gewoon echt super relaxed. De fontein staat nog niet aan, zie ik. Maar lijkt wel een zieke promotievideo nu voor Zeist. Maar dat is het niet eerlijk gezegd. Het is gewoon heel eventjes dat ik in één keer dat besef krijg. Maar goed, het is echt ontzettend mooi weer. En daar ben ik hartstikke blij mee. Ik heb me netjes, ja, even een klein kraagje en knoopjes. Ik heb mijn haren gedaan en ik heb even een geurtje opgespoten. En ja, voor de rest gewoon even een chill broekje. Maar vandaag is familiedag, dus het is wel leuk. Familie komt bij elkaar. Nou, zoals jullie weten, we hebben niet zo'n hele grote familie. Dus het is minder dan 10 man in ieder geval, kan ik je vertellen. Maar dat is gewoon lekker klein, gezellig. Dus ik ben heel erg benieuwd. We gaan iets leuks doen qua activiteit met de hele familie. Dus dat zien jullie later in de vlog. Maar eerst eens even een lekkere wandeling van huis naar het dorp. Even die beentjes trekken. Even gapen nog, zie ik. En gewoon eventjes een beetje beweging. Ik heb zo ongelooflijk weinig bewogen afgelopen week, zoals jullie weten, omdat ik ziek was. En nu is het zo dat ik me zojuist weer heb gewogen. Want Marion zegt, ben je echt 2 kilo afgevallen? Dus ik zei, ja, kijk maar. Dus ik op de weegschaal staan, jup, 2 kilo afgevallen. Ja, 4 kilo zelfs al vergeleken met helemaal het begin. Ja, met helemaal het begin 4 kilo. Maar ja, ik was al 2 kilo afgevallen door sporten. Ja. En nu 2 door het ziek zijn. Dus, maar ja, goed. We gaan even lekker wat drinken en wat eten. Daar heb ik wel echt zin in. Ja, daar zitten we dan. Lekker plekje. En lekker ontbijtje. 2 croissantjes. Een beetje jam erbij. En natuurlijk weer een spelletje spelen. Pancakes. Wat ik weer even lekker snijden voor mij ben. Ja, dat moet wel, ja. Oh, lekker hoor. Heerlijk. Ziet er goed uit. We zijn thuisgekomen en wat? Ik weet niet waarom ik dat altijd zeg trouwens, want je ziet meteen ook aan de skateboards hier zo. Dit is echt wel iconisch geworden eigenlijk een beetje. Zo in de woonkamer, je kan er gewoon niet omheen. Deze gewoon vind ik ook wel leuk om mee te nemen naar de nieuwe woning en daar echt zo te hangen. Ja toch? Ja, ik vind ze ook echt wel super cool. Maar de inrichting gaat wel heel anders zijn daar, denk ik. Ja, 100%. Maar eerlijk is eerlijk, het is altijd zo'n troepje. Zelfs als het opgeruimd is, is het voor ons opgeruimd. Maar mensen die hier dan komen, die zeggen zo, jullie hebben wel veel spullen. Oftewel, het is alsnog gewoon een troep. Maar voor ons is nu een beetje opgeruimd. Maar goed, we hebben shortsglaasjes gehaald in het dorp. Dus laten wij die meteen even gaan nuttigen.
precies. Ja, toch? Dus ik ga even zo. Het zijn volgens mij niet officiële shotglaasjes, het zijn espresso glaasjes, maar dat maakt niet uit. Ja, dat is geen probleem. Ik ga jullie even laten zien hoe dit gember nu eruit ziet. Dit is niet heel smakelijk namelijk. Kijk, het ziet er niet heel erg lekker uit. Lekker gewoon allemaal drijvend schimmel of zo. Zie je dat? Maar goed, dat moet je gewoon even schudden en dan gaat het allemaal door elkaar en dan kan je dat prima drinken. Maar ik denk dat dit het laatste shotje is. Jij schudt er gewoon schuim op. Ja, klopt. Dat is wel zo. Komt u, hoor dit geluidje. Dit geluidje is wel echt grappig deze keer. Let op. Oké, daar gaat hij. Twee shotglaasjes. Moeten we die niet eerst even schoonspoelen? Ja, dan maar. Ja, die komen rechtstreeks uit de winkel. Ja. Zo, en zo heeft voor het eerst in een week weer koffie gehad net. Ja. Dat je dat niet gemist hebt. Nee. Nee, als je ziek bent heb je echt geen zin in koffie. Tenminste, ik ook niet. Weet je, dit is... Ik ben er niet heel trots op, maar dit is gewoon een stukje uit mijn verleden. Toen ik nog heel erg veel rookte, toen werd ik natuurlijk ook wel ziek. En normaal gesproken rookte ik dan ongeveer een half pakje sigaretten per dag. Minimaal. Ja, en als het echt... Een hele gekke dag was een pakje. Zo. Ja, dat ging echt hard. En als ik dan ziek werd, dan had ik gewoon echt geen zin om te roken. Nee, maar dat is bijna altijd zo volgens mij. Dat is bij iedereen volgens mij die rookt. Ja. Als je echt ziek bent, in mijn geval altijd, dan had ik geen zin om te roken. Dus dan was ik bijvoorbeeld 3-4 dagen ziek en dan had ik 3-4 dagen niet gerookt. En dan denk je van, oh, nou, kan blijkbaar toch wel stoppen. Toch wel zonde. Ja. En dan toch... Nou, als je dan weer beter bent, dan ga je toch weer een sigaret roken. En die eerste smaakt dan helemaal niet lekker. En dan daarna dan denk je toch, ja, ik ga gewoon verder, ga je toch weer roken. Bad habits. Toch ben ik er ooit natuurlijk vanaf gekomen. Want nu rook ik al zo ongelooflijk lang niet meer dat mijn zwarte longen alweer helemaal zilver zijn geworden. Goud. Goud zijn geworden. Ja, maar dat is wel ziek. Maar dat is wel goed om te weten voor de mensen die roken en er vanaf willen komen. Je kan het. Ja, iedereen kan het. Iedereen kan het, tuurlijk. Dat is 100%. Net zoals precies hetzelfde als toen ik... helemaal verslaafd was aan blowen, kan je ook vanaf komen. Tuurlijk, dat kan. Dat kan iedereen. Als je maar graag genoeg wilt. Graag als je je mind er met toe zet. Precies. En als je maar gewoon er echt voor doorgaat. Maar dat is hetzelfde als met sporten. Ik krijg zo vaak DM's dat mensen vragen van... Hoe ben jij zo gemotiveerd om te sporten? Ik ben soms ook niet gemotiveerd. Ik ga soms ook wel eens niet naar de sportschool als ik eigenlijk wel in mijn hoofd zou moeten. Maar het gaat wel erom dat je gewoon... voor jezelf een soort van doel hebt van ik ga 3-4 keer in de week en dat moet je gewoon halen. En als je eenmaal gaat, dan vind je het ook weer chill. Ja, als je er eenmaal bent, dan is 9 van de 10 keer ook gewoon echt leuk en goed. Ja, precies. En Marion die komt wel eens met de tas op de rug, komt in de studio voor mij binnenlopen. En dan zeg je, wat ga je doen? Ja, ik ga sporten. Ik heb eigenlijk niet zo zin, maar ik denk dat ik toch maar even ga. Ja. Dat heb je wel meerdere keren. Dat best vaak, ja. Dus ja, dat laat toch wel zien dat je toch wel gemotiveerd bent. Nou, uiteindelijk dat je dat doet, ja, vind ik echt super knap. Maar ook omdat dat is discipline ook. Omdat ik weet dat ik me daarna zoveel beter voel. En dat is echt wel, dat merk je pas als je het vaker doet, zeg maar. Als je altijd skipt, ja, dan ga je er nooit achter komen wat je eraan hebt. Dat is zeker waar. Ik heb die van mij even extra vol gedaan. Ja, dat zie ik, ja. Nou, morgen nog eentje. Ik denk ook morgen een kleintje allebei. Kleintje, ja. En dan moeten we weer een nieuwe maken. We hebben alle ingrediënten nog. Ja, en dan kunnen we misschien een keertje honing erbij doen. Want dat maakt het dus ietsjes minder sterk. Want wij willen juist dat sterk hebben. Moet je niet zien. Ja, lukt niet. Zal ik je even helpen? Even in het licht kijken. Hij is al weg. Ja? Ja. Ja, dan kunnen we honing erbij doen. Dat had ik de vorige keer wel gedaan trouwens. Toen ik dat shotje gemaakt voor jou en Lars. Ja, dit was minder sterk. Daar gaat hij. Zo, dit is wel echt een flinke scheut, dames en heren. Ik ben benieuwd hoeveel slokken jij hiervan neemt. 1? Nee. Ik zet hem... Nee, dat kan ik niet. Daniel kan dat, ja, hè? Ja, die kan het zelfs met een bierglas. Ja, ik kan het. Ja, bizar. Ik kan met een zo'n grote half liter glas kan hij gewoon... Ja, zet je hele mond zo eromheen. Dat is niet normaal. Santé. Oh, wacht. Zullen we de laatste? Zo, met je andere arm? Met mijn andere arm. Ik kan het ook helemaal niet gek. Met deze arm en dan gaan we zo... Santé. Ja, zullen we dat doen? Maar ook wel weer zo tikken. Santé. Eén slok, hè? Eén slok. Ik heb 3. En nu de tweede met een beetje speeksel. Oké, leuk. Maar het is wel echt zo, hoe vaker je het neemt, hoe beter je er tegen kunt. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. Dat is net zoals met een joint. Ja, dat weet ik niet. Je hebt nooit gebloot, hè? Ik heb nog nooit gebloot en ik heb nog nooit gerookt. Nog niet eens een trekje van zo. Ja, neem maar even knap.
Dat vind ik echt knap. Ja, maar ik heb dat vind gewoon... ik serieus knap. Dat is precies hetzelfde. Dat ik zo knijters veel respect heb voor mensen die nog nooit in hun leven op de middelbare school te laat zijn gekomen. Ja, nou dat heb ik ook bijna nooit gehad. Nee, maar gewoon, ik ken mensen van vroeger die gewoon nooit te laat zijn geweest. Nog nooit. Nee. En als ze die niet waren, waren ze ziek. Ja, ziek hè. Ja. Dat is ziek, hè? Nee, maar dat ligt echt wel een beetje bij mij aan de vrienden die ik had vroeger. Want ik ging alleen maar met topsporters. Ja, maar dat dan is heb je het. Dat cultuurtje niet, dat mensen gaan experimenteren met alcohol of met... Ja, tuurlijk, er waren wel een aantal die wel sporten en ook gewoon... Altijd een aantal die nieuwsgierig zijn. Precies. Alleen, ja, ik bedoel, als ik was opgegroeid met gladiatoren om me heen, dan had ik dat ook niet gedaan. Nee, nee. Precies. Nee, dat is ook zo. Dan had ik misschien alleen een keer een eiwitshakeje gehad of zo. Ja. Maar hè, dat is, kan geen kwaad natuurlijk. Ja, ik heb echt denk ik tot mijn 18e sowieso geen alcohol gedronken. Maar wel natuurlijk een keer een slokje geproefd van mijn vader of van mijn moeder van wijn of zo. Ondeugend. Maar verder niet. En toen ik 18 was, toen wel af en toe een keer alcohol. Maar ik ben nog nooit echt zo dronken geweest dat moest kotsen of zo. Helemaal niet. Nee, nee, dat is alleen maar goed. Ik hou altijd de touwtjes in handen. Altijd de touwtjes in handen, hè? Ja, nee. Ik weet niet. Ik ben zonder alcohol ook gewoon gezellig, hè? Ja, dat kan ik beamen. Ja, dat is echt zo. Ja, ja, is wel zo. Ja, en ik heb niet zo snel schaamte. Dus als ik dan op stap ging en ik was degene die niet dronk, dan had niemand door dat ik niks gedronken had. Je was wel altijd met de dikke billen aan het schudden. Tuurlijk. Ook op die manier. Spotlight aan. Oké, okay, super fijn dames en heren. Wij moeten straks er vandoor. Het is 11:30 en over anderhalf uur gaan wij dus naar Milan toe. En daar gaan we verzamelen voor familiedag. En dat wordt hartstikke leuk. Alle knollen verzamelen! Ja, alle knollen en aanhang verzamelen. Hey. Dat gaat dus echt bij mij door merg en been. Doe jij dat eens? Mijn keel, denk je. Het wordt net even een beetje beter. Ga ik even zo gek lopen doen. Niet doen! Kappen. Dat is niet leuk. Niet ja! Leuk. Zo naar. Ongelooflijk. Niet doen! Niet doen! Niet doen! Meteen de boze. Kappen. Niet doen. Ik ga even gamen, denk ik. Ik heb nog anderhalf uur. Ik denk dat ik heel even ga gamen. Kijk, het is lekker donker in de studio hier. We gaan even lekker gamen. Lukt dat allemaal? Gaat dat goed? Je zat nog aan de oplader zelfs. Ja, zo lang mogelijk opladen. Nou, we hebben even lunch meegenomen. Voor de family. Zo, hoppakee. Hey, mama! Mooi in het blauw? Yes! Hallo. Mooi blauw is niet lelijk. Mooi blauw is niet lelijk. Toch? Dat dacht ik. Nou, mooi zo. Zelfs de sokken. Mooi, hè? Ja, nee, die vind ik lelijk. Oh, nou, dat had ik niet. Oh, dat hoeft niet. Nee, maar hij is wel mooi, blauw. Nou, dan weten jullie dat ook. Leuk hoor, man. Hey! Hey! Opa! Hoe is het? Goed, jongen. Mooi. Goed je te zien. Ja, mooi spijkerjackje. Ja. Eindelijk weer een beetje fit. Een beetje, ja. Vandaag is de beste dag tot nu toe. Ja? Ja. Echt top. Echt super. Oma, oma! We hebben allemaal cadeautjes voor jou mee. Ik heb twee handen. Nee, grapje. Hoe is het? Ja? Ja, heel goed. Zie je er weer mooi uit? Ja. Ongelooflijk. Dat moet wel, hè? Ja, ik zeg het altijd, hè. Je bent de knapste van de familie. Oh, mama vindt die leuk. Nee, hoor, dat mag wel. Nee, mama heeft dat van jou, hè. Nou, we hebben lunch meegenomen. Ik moet de baas van het huis, moet ik ook even hallo zeggen. Yo, bro. Nee, wat? Dat is lekker, man. Ja, zeker, man. Zit goed. Mooi, joh. Dat was raar. Hoor je dat? Heel culinair bezig. Ja, een soort van scheetje achter iets op. Hé, hey, hoe kom je in die wijn? Ja, die is van mij. Die moest me meenemen. Echt? Ja, wat ben je zo aan het drinken? Van wie moet je... Oh, je moest je eigen drinken meenemen. Ja, dat klopt. Oh, ja, ik heb ook de capricorne mee in de auto. En, Opa heeft de bier al in de koelkast. Dan moet je hem uitpakken. Dan moet ik, want we moeten nog twee uur zijn. Ja, nou, doe maar. Hij krijgt iets, dan krijg jij ook nog, als je verhuisd bent. He, ik hoef helemaal niks. Nee, maar jij krijgt, ja. Hij krijgt nog wat. Wat? En dat krijg jij als je verhuisd bent. Wat heb je gekregen dan?
Dat moet je nog hebben. Ja, dat kon uitpakken. We hebben gewacht op jou. Oh. Maar je ziet de glazen al, hè, vanaf hier. Ja, klopt. Ja, van de nieuwe woning. Dat gaat heel snel van. Ja, nee, oma, ik ben hier elke dag zowat. Oh. Ja, dat is niet zo. Ja, maar afgelopen week ben ik al 2 keer hier geweest. Dus oma, die denkt dan dat ik niet zie dat vanaf hier de garage daar staat. Maar het is niet bedoeld natuurlijk. Een handdoek. Maar dit... Nee, die handdoek moet terug. Oh, die handdoek moet terug. Maar het is maar goed, maar anders was je stuk geweest. Dankjewel. Ah, geniaal. Ja, dit past perfect bij Milan's woonkamer. Er ging een Engelsman. Dutch. Je moeder moest remmen. Ik zag het net. Ik kon net zo meteen. Oh, in het verkeer? Ja, anders ging alweer op verkeer. Ja, dat is, oma die gaat van de ene hak op de tak. We waren nog over dit beeldje aan het praten. Je hebt deze op een Engels. Ja, maar je had met dit beeldje te maken. Maar ik denk, dat gaat je stuk. Ja. Wat leuk, oma. Dankjewel. Dit is Bartje, hè? Ja. En wat doet Bartje nooit? Hij bidt niet van Lunenboom. Precies. Oeh, hij ziet er wel een beetje... Kijk eens, Bartje. Zo, een beetje duivels. Ja, hij heeft geen ogen. Hoe noem je dat? Hij heeft geen pupillen. Hij doet de ogen een beetje dicht. Oh, hij heeft ook dicht. Maar is het leuk? Ja, zeker. Heel leuk, dankjewel. Dat is lief. Nou, fijn dat ik die ook krijg later. Ja, dankjewel. Want we wouden hem niet meenemen, maar dan had je het in. Ja, het is een zwetverhaal. Klopt. Hè? Oma, Milan, wil je iets. Dankjewel. Ja, ik hoop. Waar komen al die cadeautjes vandaan? Ja, hij is jarig geweest. Oh ja, hij is jarig geweest. Ja, ja. Gisteren ook een cadeautje geworden. Kijk, dit is voor. Hoe heet ze nou? Elisabeth. Oh, mijn god. Ja, dat mag als je 80 plus bent, dan mag dat. Ja. Oké, okay, dat is waar. Ja. De koningin? Ja. De queen? Ja. Nou, het is beter dat je vraagt hoe ze heet... en dat je in één keer zegt iets anders. Ja. De verkeerde naam, dat is gevaarlijk. Ja, dat is gevaarlijk, ja. Ik zeg tegen hem, je zult me van begrafenis krijgen. En je weet het niet. Je ligt in die kist. Wat? Het is toch geweldig? Zoveel mensen. Weet je dat ja. geweldig? Ja. Nou, ik ga ook, als jullie ooit komen te overlijden... al mijn kijkers oproepen voor een mega begrafenis. Oh, voor de opa en oma van het zo kilometer. Oh, je maakt er maar een hele mooie vlog van. Ik ga mijn best doen, maar laten we het daar niet te lang over hebben. En volgend jaar doen we het niet meer dan... Alleen jullie mogen ons wel wat geven, maar wij weten niet meer wat we jullie mogen geven. Oh. Ah, oké. Okay. Maar dat kan ik wel gewoon op de app zetten. Ja, dat heet bezuinigen, dat is prima. Nee, maar ik kan het gewoon op de app zetten hoor, wat ik wil. Ja. Geen probleem. Nee, dankjewel. Ik heb ook nog een cadeautje voor jou, Mara. Ja. Jezus, de cadeautjes vliegen om iedereen zijn oren. Het is ongelooflijk. Ja. Het is echt niet normaal. Nou ja, wij doen eigenlijk ook maar cadeaus, hè? Nou, zo tussen neus en lippen door af en toe. Ja, doe wel. Doe niet dat cadeau. Je moet kijken wat je opa kreeg. Wat opa kreeg? Oh, wat heb je dan? Ja. Die stoel. Ja. Oh, ja. Ja, ik ga er altijd mee door. Maar dit, ik wil dit voor de gast. Oké. Okay. Maar ik doe wel. Een Chandeer t-shirt. Nou, ik ben benieuwd. Oh, nu ben ik benieuwd. Ja, ik weet het. Maar erop staan. Ja, dit draag ik wel met trots. Ja. Maatje. Ja, oké. Okay. Wat staat er? Ja, dit is tof. Jongen. Ja, dit is een goeie. Ja, leuk. Leuk. Maar dit is dan 32 eigenlijk. Ja, die kunnen dus... Oma. Kun jij die hand nadoen? Die hand? Ja. Even zien. Wel de goeie, hè? Denk ik gewoon. Ja! Zo, ik heb honger, jongens. Kom op. Ja. We moeten over 10 minuten gaan. Gaan we zitten over? Ja, we gaan eten en dan gaan we vandoor. Eentje op je hoofd krijgen? Nou. Zo! Helemaal. Ik vroeg me elke keer af hoe ik aan die deuken kwam in mijn auto. Maar. Zo, op het dak, bro. Sowieso. Oi. Zo, kijk er nog veel vallen, joh. Jou ook, hè? Ai, joh! Oh, sorry, man. No. Ja, echt ziek, joh. Als die wind komt... Ik ga daar gewoon staan. Ik ga wachten tot het even omhoog valt. Ik denk echt dat het pijn doet, hoor. Als je even op je hoofd valt. Mam, ja, zullen we samen wachten hier? Ja. En gewoon... Ja. En dan komt oma en dan valt er even bij oma. Oma, kom je bij ons staan? Wij doen een spelletje. Nou. Op wie zijn hoofd het eerst een eikel valt. Dan kunnen we lang wachten. Nou, dat valt mee als de wind... Op je mond. Zo, dat lijkt me geen... Ik ga in de auto. Ja, ga in de auto. Nou, oh, het komt nu. Oh. Ah, ja.
Echt? Oh, lekker hoor. Wacht op voor de eikels hoor. Er vallen allemaal eikels. Doe de helm omhoog. Ja, dat zou echt zo mooi zijn. Nou, gaan we. Daar zit oma. Wat is er? Oei, oei, oei. Zo. Oma, ik heb een nieuwe uitlaat. Die maakt heel veel lawaai. En bedankt hier. Je gaat wel normaal rijden. Zeg, maar als ik daar straks echt van krijg, dan ben ik de klos. Dan zitten jullie met mij, hoor. Komt-ie, hoor. Hou op. Daar ben ik de klos. Ja, nou, dat horen ze al op politiebureau, hè. Ja, dat denk ik wel. Ben je ooit opgepakt een keer, oma? Ik wel, ja. Echt? Ja, ik weet niet waarvoor. Nee, heb je een keer make-upje gejat bij de drooggisterij? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Oh. Ik was een heel braaf meisje. Heel braaf meisje. Ah, wat vreselijk, god! Wat is dit? Rotspunt. Ja, ik ben wel 81, hè? Ja, maar daarom, dat is nog zo stoer dat je bij mij in de Lambo zit. We gaan op 81. Jij bent 31. Bedankt, dat klopt. Het scheelt precies 50 jaar nu. Oei, ja. Oei. Zeg, wanneer is het huis klaar? Oh, ja. Ja, nou, met kerst? Vertel jij het mij maar, hè? Ja, volgend jaar met kerst. We gaan straks toch even kijken. Ja. Nou, hoe vond u de reis? Nou, je reed heel goed, maar af en toe met het gasgeven is het verschrikkelijk. Oh, wat is hier? Oh, nou ja, dat hoort niet bij jou. Heb je er zin in, schat? Ik weet niet of ik iets kan doen. Nee, wij gaan met z'n tweeën doen, hè? We gaan samen iets doen, hè? Tuurlijk. Dat is leuk. Ja, jij kan anders maar één ding maken, zo. Heb je al bedacht, Milan? Dat Maya maar één ding kan maken. Wat wel? Oh ja, hij moet lang hebben. Ja. Vaas. Ja, nou, dit wordt een leuk familie-evenementje. Zo, het ziet er goed uit. Ja, heel mooi. Als we een vaas gaan maken, moet je hem in het zwart doen. Zwart? Dat vind ik mooi. Oh. Ik ga een vaas maken. Weet je wat ik ga maken? Ik ga een lange vaas in het midden met aan de zijkant twee grote ballen. Ja, heel gedetailleerd op de top. Ja. Ja, met een klein sneetje op de top. Nou. Nee, dat lukt je niet. Die hoop die heb ik al lang op. En dan ga ik die twee ballen aan de zijkant van die vaas in het gezicht van opa. Ja, die heb ik nog. Dat heb jij een keer gemaakt. Weet je dat wel? Ja, dat weet ik nog wel. Oh, zo mooi. Het is net of ik auto ga rijden. Ja. Ja, zo is het dan. Hij is dus eentje even dat te gaat hier, bro? Sst, gaat het goed? Bro, ik krijg hem gewoon, hij zit altijd gewoon... Er zit altijd een slag in, ja, dat is het moeilijke hiervan. Dat ga ik nu proberen, let op. Je gaat proberen die slag eruit te halen. Ja, maar dan moet je dus deze vasthouden en die... Ja, lekker bro, ja, lekker! Lekker hoor, dat is hem. Ja, het is echt moeilijk om die slag eruit te krijgen. Ik denk dat ik hem heb. Nou, netjes. En hoe gaat het bij mama? Zo!
Nou, je hebt geen slag erin zitten. Ik heb geen slag meer, maar dat komt. Je moet eerst, Bentley, moet eerst een tiet maken. Een tiet maken? Een tiet, weet je wel zo. Een klein puntje en dan druk je hem dan weer weg. Oké, okay, en hoe is het bij Shen? Best goed, denk ik. Oh, nice. Ja, ziet goed uit, bro. Ik wil hem alleen hoger hebben. Nou, daar gaat hij, dames en heren. Nu we klaar zijn met onze potten maken, gaan we deze even feunen. Daar moeten we even voorzichtig mee omgaan natuurlijk. We zijn allemaal aan het feunen. Prachtig hoor. Doe bij oma, man. Wat is er? Even feunen. Lekker toch? Nou, wij gaan ook even feunen. Nou, dames en heren, we zijn nu naar de volgende tafel verschoven. En daar zijn dus al die bakken en potten en draaischijven. En nu zijn we bij het tafeltje waar we lekker gaan kwasten. Dus nou, we hebben hier onze potjes. Milan, ja. Je hebt je initialen erop gezet. Ja, dit, je ziet ook precies... Ik ga eventjes kijken. Eerste, tweede en derde keer. Je ziet precies hoe het is gegaan. Ja, dit was jouw eerste. Ja, helemaal mislukt. Toen dacht je, oké. Okay. Ja. En dat was jouw tweede. Nee, dit. Oh, echt? Deze? En dit was de juiste. Nou, daarom kan ik nu niet meer mijn initialen doen, hè? Nee, dat is ook MK. Jullie hebben dezelfde initialen. Want je moet, zometeen neerzet het op dat ding en dan zet je op de achter hoeveel potjes je hebt. Ja. Ik heb er drie. Je hebt er maar lekker één. Nee, wij hebben drie. Kijk maar. Nee, dat en wij hebben ook drie potjes. Nee, maar wij doen EM. We doen gewoon Enzo Meijer. Nou, opa die is ook even... Opa, oma moet hierop staan. Dit moet MHE weer. Oké, nou, opa is de administratie aan het doen. Ja. Dus jullie jonggeliefden zijn dat. Van kijk. Ja, ja. De Egyptische... Opa en oma in het Egyptisch. Ik kan wel in Grieks, kan ik het wel. Ja, netjes. De reden waarom Myron heel graag dit wilde maken... is omdat deze rechtsonder vond Myron echt fantastisch. Echt dat marmeren look, zeg maar. We hebben ook als enige zo'n tegel gekozen... omdat Myron dat heel graag wilde. Ik vond het zelf ook wel echt vet, hoor. Of vind het heel erg vet. Dus nu zijn we even aan het kijken bij de kleuren. En ze hebben dus de kleuren al geverfd op stukjes klei wat is opgedroogd. Dus je ziet hieronder, zie je allemaal wat voor kleuren dat zijn. Welke kleur gaan we dan doen? Gaan we... Deze kleur, maar die kan ik niet vinden. Maar zullen we gewoon dat marmeren proberen? Ja. Ja, toch? Met wit, zei ze. Maar doe jij anders dan het tegeltje? Ja, doe jij het potje. Doe ik het potje. Ja, dat is goed. Ja? Nou, dan gaan we, dames en heren. Even een beetje kwasten. Dames en heren, zoals jullie kunnen zien, hier liggen alle potten die we gebakken hebben. Nou, hier heb je die van Shen, hier heb je die van mama, die van oma. Deze twee zijn van mij, deze is van Myron en die is van Milan. Ik vind die heel gaaf van Milan. Echt, heeft hij echt nice gedaan. Het ziet er mooi uit, dus dit wordt gebakken. En dan over ongeveer 3 weken krijgen we te horen dat het gebakken en klaar is en dan kunnen we het ophalen. Dus dat is helemaal perfect. Dat was een leuke ervaring. Nog nooit van mijn leven gedaan. Maar ik moet zeggen, ja, Myron die kon heel moeilijk helpen omdat ze één hand had. Maar ik ben zo trots. Moet je kijken hoe mooi dat potje is gelukt gewoon. Dat is toch echt bizar. Gewoon de eerste keer. Ik vind hem echt super clean. Ik vind hem heel netjes. En deze ook gewoon. Dat is echt een mooie, mooie goede schijf geworden. Die kleuren worden nog allemaal heel anders. Dus dit ga je uiteindelijk niet meer terug herkennen. En ik vind die kleur van oma echt super mooi. Die is echt gaaf. Kijk wat mama heeft. Met die oortjes. Deze moet iets meer omhoog. Zo ja. Is ze niet leuk? Nee, niet met die oortjes. Niet met die oortjes. Nee, wel die. Check deze, dames en heren. Dit is een tijd of een. Ja, hoe heet dat? Een stripboek. Een stripboek, 101 Dalmatiërs uit 1961. Je ziet dat ook echt aan die kleur van die bladzijde. Dat is echt ziek. Zo oud. Oma, ja? Ik heb een tijdschrift voor jou. Nou, daar hou ik niet van. Wat is dat dan? Dat weet ik niet, maar weet ik. Opa, ik, zie ik heb iets voor je. Zou wel. Deze wil ik wel voor je kopen als je wil. Ja, ik weet zeker dat het is. Rode oortjes. Oh, dat las ik altijd bij de kapper. Dat is een mooi blaadje, hè? Ja, dat is een heel mooi blaadje. Ja, dat is echt heel leuk. Ja. Het ging vroeger ging dat echt wel. Had je De Lach, heette dat. De Lach? Allemaal moppen in en allemaal hele mooie vrouwen. Met, weet je wel? Ja, het zijn mooie blaadjes. Dat is prachtig. Nou, die neem ik dan wel mee. Ja, echt heel leuk. Oma vond hem niet zo leuk. Nee? Nee. Nee, oma houdt daar niet van. Ja. Nee. Jij vindt dat ordinair, hè? Ja, ik vind het zeer ordinair. Nee, dat is helemaal niet ordinair. Heeft je opa ook niet nodig? Instructief. Dit is hoe Enzo alles geleerd heeft, hoorde ik. Dit is
is hoe hij het vroeger leerde. Oh. Ja. Door stripboeken te lezen. Ja, mooie stripboekjes. Dat was voor de biologieles. En dan hoefde die biologieles geen seksuele voorlichting te geven. Nee. Dat haalde je uit zulke boekjes. Ja. Nou, dat kan gewoon, dat is normaal. Maar ja, jij hebt niet gelezen, dus ik moest jou alles leren. Ja, maar ik ben benieuwd hoeveel van de kijkers dat stripboek kennen. Ja, rode oortjes, ik ben benieuwd. Ik wist helemaal niet. Ik ken het niet. Nee. Ik ken het van naam, maar niet dat ik dat ik wil horen. Willen jullie daar nog even wat zitten? Te we gaan naar huis toch, denk ik. Zo, dames en heren. Dan hebben we nu de laatste verrassing bij Milan thuis. Nou, dat was wel gezellig. Dat was hartstikke leuk. Ik vond dit ook even leuk. Ja, oh ja, we hebben nog even hier nagezeten. Even koffietje gedronken, even taartje gegeten. Ze was... Oh, Marga gaat dan paracetamolletjes. Paracetknolletjes. Nou, we zijn nog eventjes bij de nieuwe woning, dames en heren. En ja, we hebben gisteren aan jullie al laten zien wat een beetje de status is, de situatie hier. Alleen mijn opa en oma die had het al eventjes weer een tijdje niet gezien. Mijn moeder ook niet. En mijn broertje ook niet. Dus Maiwen die heeft even een rondleiding gegeven. En in de tussentijd heb ik even twee mannen bij Milan in het huis gelaten voor het avondeten. En die gaan het avondeten verzorgen. Maar het ziet er goed uit nu, hè, de woning. Met de gestukte muren en die garage met dak erop en zo. Dat is mooi vooruitgang. Ja, hè? Dat is echt nice, echt mooi om te zien. Ja, het komt, ja, het is heel mooi. Wordt zo klaargemaakt. Zo, het ziet er heerlijk uit. We hebben hier voor jullie vers gegrilde pulled chicken. Vandaag vers vanuit de oven. Koolsla, ook weer vers bij de boer vandaan. Pulled chicken, mooi zelf getrokken en uiteindelijk bij jullie op het bord. Wordt vanavond echt een beetje shared dining, dus ga ontzettend genieten. Ja, en er komt nog een hele hoop veel meer. Oh, heerlijk. Dankjewel. Het is lekker een beetje uit de hand, dus ik weet niet of jullie box zoiets hebben. Maar... Ik hoor wat daarachter, dat komt goed. Maar het is echt heel leuk. En heel belangrijk, alles is vers. Wij doen alles, zeg maar, klinkt misschien een beetje raar, maar wij slachten. Vanuit het slachthuis komt bij ons. En benen wij het zelf uit, snijden wij het zelf uit. En dan uiteindelijk hopen we door de tuin die het korter is dan bij de supermarkt. Krijg je veel mooier en lekkerder product op je bord. Dus ga er wel bij, Sophie. Ja. Dankjewel, toppie. Dankjewel. En neem zelf ook wat, hè? Ja, dat is jullie, hè? Dat is belangrijk. Dat is mijn oma, ja, hè? Dat is lief, hè? Ja, dat is lief. Smaak je eten allemaal. Dankjewel. Dit ziet er wel echt heel goed uit, hoor. Ja. Ongelooflijk. Nou, we zijn dus heerlijk aan het eten, dames en heren, hier met z'n allen. We krijgen echt ongelooflijk veel gerechtjes de hele tijd op tafel geserveerd. Echt, de meest luxe dingen komen voorbij. Het is echt super gezellig. En het is ook nog eens super lekker. Het is echt niet normaal. Kijk eens even. Hoppa. En laat je nieuwe tattoo zien, man. Die heb ik nog helemaal niet goed in het echt mogen bewonderen. Het zit nog een beetje klein, ja. Een beetje klein? Ja, mama die heeft dus een nieuwe tattoo. Die wil uiteindelijk haar arm helemaal een sleeve hebben. En ja, ze wil eigenlijk jouw naam nog. Marietje. Maar kijk, hier zie je dus de Ducati van mama. Dat is de Ducati Monster, toch? Ja, 797. Hoppakee. En je ziet ook nog het strand daar links met een golf en schelpen. Is het zo? Ja, en ja. Een kopje koffie. En een kopje koffie, ja, hier zo. Dat zie je ook nog. Ja. En hartjes. En hartjes dan. De liefde, hè? Ja, hebben we leuk gedaan, man. Heeft Sarah mooi gemaakt. Sarah. Ja. Gedaan, ja, zeker. Absoluut, ja. Sarah. Super. Nou, flex smikkelen weer. Is makkelijk weer. Kijk eens even. Ik heb echt in een week tijd niet zoveel gegeten als vanavond. Dat is echt niet normaal. Maar het gaat op zich tot nu toe allemaal nog best wel lekker in. Dus we zijn lekker aan het genieten. Wow, het ziet er goed uit. Dankjewel, chef. Er zit top. Wow, het is toch geweldig. Hoe je ja, is het lekker? Ja? Ja, nou, fijn. Heel goed. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nou, kijk, daar heb ik nog een lekker toetje op. En dat was heerlijk. Eén allerlaatste dingetje van de avond. Het is bijna 22:30. De twee barbecue mannen die zijn net weg. We zitten helemaal vol, heerlijk gegeten. Maar ik heb nog wat in mijn tas zitten. En dat is voor één iemand aan tafel. Hoezo? Het is niet voor oma, het is voor mama. Ja, mama en... of mama. Marion en ik, die hebben wat voor jou gehaald. Om jou te feliciteren met je nieuwe woning. Oh, ja. Nou, dus we hebben alvast wat voor je nieuwe woning. Oh, echt? Kijk eens aan. Nou, wat zit daarin? Een gouden kleur. Oh, als ik denk wat het is. Het is een nieuwe iPhone 14. Zo groot is het. Telefoon van oude mensen. Nee. Oh, nee, ik weet het
al? Geurstokken. Ja, geurstokken denk ik. Geurdingetjes. Oh, dat vind ik. Is dat geurstokken inderdaad? Oh, ja. Ja, met z'n allen. Oh. Heb je nou op de kop? Heb de kip? Oh. Zo sterk is die. Lekker? Vooral de titel lezen van het product, zeg maar. Wat er op de voorkant staat. Hoe deze lijn heet. Oh, even de bril op. Jij zit je op die leeftijd, man, dat je bril op moet doen. Ik ben bijna 60, ja. Mag ja, ja. Nou, ik vind eigenlijk die bril daar wel mooi staan. Good fortune. Hey. Oh, is dat een geur? Wat is dat? Ja, zo. Ja, vertel het. Ja, good fortune. Ja. Wat betekent dat, good fortune? Goed voor jou. Ja, je staat er goed voor. Oh mijn god. Very good. Ja, good fortune. Good fortune. Doe nog eens één gok, oma. Ja, ik zie het goed voornemen. Goed voornemen, dat is goed. Fortune. Goed fortuin. Goed voornemen. Ja. Het is net als Acropolis en Acropolis. Ja! Oh, die is heel goed, opa. Die is heel goed. Ik zei alleen maar Acropolis. Ja. Maar het is Acropolis. Het was Acropolis. En jij zei Acropolis. Oh ja, Acropolis zei ik, maar het was Acropolis. Ja, Acropolis. Ja. Die vrouw die let er goed uit. Polis is stad, zei ze. Ja. Is dat geluk, Henk? Ja. Good fortune. Goed geluk. Nieuw huis. Can I mix the fragrance oil with water to produce a... Ja, dat is hoe het moet allemaal. Ingrediënt. Nee, maar dat is wel zo leuk. Het antwoord is leuk. Oh. Can I mix the fragrance oil with water to produce a mix? No. Alleen no. Oh, no. Nou, veel plezier. Mag het nieuwe huis niet gaan stinken, maar lekker gaan ruiken. Ik heb ook nog een stukje van jou. Hey, oh, en de Ducati is wel heel mooi hoor. Hoppakee. Ja, ik dacht wel een beetje Ducati kleur. Huh? Ducati. Nou, dan zet ik dan de Ducati daarnaast en dan Ducati. In de kamer. Top. Ja. Nou, goed gedaan. Nou, dankjewel. Zo, dames en heren. We liggen lekker in bedje. En dat was het dan voor vandaag. Ik heb echt een superleuke dag gehad. Familiedag was echt top. Was echt perfect. Dus heel erg bedankt dat jullie er ook bij waren, dames en heren. Dat jij er ook bij was. Alleen jammer dat je dus niet echt mee hebt kunnen helpen met pottenbakken. Maar ik heb wel geschilderd. Ja, dat is waar. Dat is waar. Het was in ieder geval hartstikke gezellig. Dat vond ik echt leuk. En over het begin van de video had ik het nog over afgelopen nacht dat het niet zo heel leuk was voor Myron. Maar afgelopen nacht was echt de ergste nacht, denk ik, voor Myron. Omdat Myron werd wakker en ik werd daardoor wakker. Omdat Myron die was gewoon letterlijk aan het huilen van de pijn. Het was zo verschrikkelijk, was zo irritant. Je kon je geen houding aannemen. Nee. Dus dat was echt heel sneu om te zien. Dus daar werd ik een paar keer wakker van. En dat is gewoon treurig. Dat is gewoon vervelend. En nu kreeg Myron ook nog een beetje buikpijn erbij. Ik heb echt zoveel gegeten. Denk dat het is hoor. Maar... Het zou best kunnen. Dus laten we hopen dat dat niet verder erg uit de hand loopt. Nee. Maar los van dat was het mijn beste dag van de afgelopen 6 dagen. Dus ik hoop dat ik morgen weer een stukje beter voel. Okay. En dan zijn we binnenkort weer helemaal 100%. Dus dat is nice. Dan gaan we heel lang volhouden, hè? Ja, zeker weten. Dan gaan we terug naar 100%. Goed, dames en heren, wij hebben slaap nodig, dus we gaan lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Mocht je nog geen tickets hebben gehaald voor de Dance Olympics, check ook even het linkje in de beschrijving. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace.